Op jacht naar een bus door staking OV. Wiegens college keurt plannen voor wijk Lambrasse goed. En geen vervolging voor de man die kabels Betuwelijn aanraakte. Staking in het regionale trein- en busvervoer. Vandaag was dag 1 van 2 in een nieuwe ronde waarin het werk wordt neergelegd. Het gevolg is veel uitval van bussen en treinen, maar af en toe rijdt dat. Het is dus goed zoeken als je bijvoorbeeld naar school moet. Op station Nijmegen valt de trein naar Roermond vandaag uit. Dat is doorgaans voor veel studenten van de Radboud Universiteit de beste manier om naar hun colleges te gaan. De bus gaat wel, maar die is normaal al druk en nu nog ietsje meer. Meestal ga ik met de trein, maar met de bus, ja, kan ook. Het werd pas op de dag duidelijk welke wel en welke niet rijden, dus ja. Het is gewoon een beetje op de gokje heen gaan en dan kijken waar je in kan stappen. Ik had het van tevoren gezien en eigenlijk toen ik op het station aankwam zag ik dat er gewoon geen trein reed. Dus normaal pak ik de Arriva-trein, maar jammer dan, dan pak de bus. Gelukkig gaat hij. Op de universiteit is het ook nog tentamenweek. Ondanks de staking gaan die tentamens gewoon door en verwacht de universiteit dat studenten op tijd zullen zijn. Anders mogen ze in principe niet meedoen. Het is natuurlijk lastig voor studenten ook om in de tentamentijd bezig te zijn met alternatief vervoer. Het is fijn als je je concentratie bij het tentamen kunt houden. Maar de meeste studenten zullen erin slagen om ook vandaag de campus te bereiken, gelukkig. Maar natuurlijk is het vervelend. Ja, ik heb vandaag tentamen ook. Dus ja, maar ik ben wel op tijd, want ik ga nog wel leren op school. Dus, Is het dan nog extra stressvol dat er dan net nu gestaakt wordt? Nou, ik snap dat ze staken. Het is wel jammer voor mij. Ik wil gewoon graag naar binnen. Natuurlijk. Ja, hey, succes met de tentamens. Dankjewel. De onzekerheid voor reizigers is voorlopig niet voorbij. Ook morgen wordt weer gestaakt. Plannen voor het westelijke puntje van de Wiegense wijk Lambrasse lijken eindelijk door te gaan. De grond is sinds 2007 al in het bezit van projectontwikkelaar Mark van Tiel. Na verschillende afgekeurde bestemmingsplannen heeft hij nu eindelijk een ja gekregen van het college van BNB. Hier links van mij is dus de Lambrassewijk in Wiegen en hier achter mij is het grondgebied van Mark van Tiel. Mark van Tiel heeft dit grondgebied al sinds 2007 en er staat nog niks op. Hier achter mij staat nog niets omdat Mark van Tiel en de gemeente Wiegen nog geen overeenkomst bereikt hadden over een bestemmingsplan. Als het goed is, is die er nu wel, alhoewel de laatste puntjes op de i gezet moeten worden. Er zijn verschillende ideeën voor de locatie hier achter mij. Voorbeelden hiervan zijn een hotel, een sportschool of een fastfoodketen. De buurtbewoners van deze wijk zijn het niet helemaal eens met dit soort ideeën. Ze zijn namelijk bang voor geluidsoverlast, voor vervuiling of voor heel veel verkeer. Maar Mark van Tiel lijkt daar een oplossing voor te hebben. Ik kan ze eigenlijk verzekeren dat dat niet het geval is. Er komt dadelijk, als bekend is wat er komt, komt er een speciale studie naar wat heeft die invulling voor een invloed op het verkeer. En wat moet je daarvoor voorzieningen voor treffen? Hoeveel parkeerplaatsen moet je voor die invulling maken? En we gaan ook inventariseren. Wat zijn de bezwaren? Wat zouden bezwaren kunnen zijn van bewoners? Wat zijn de risico's van overlast? En hoe kunnen we dat zoveel mogelijk voorkomen? Er komt ook nog een informatieavond. Zodra wij een definitieve bestemming hebben, gaan we met de bewoners van Lambrasse op de tafel zitten om dat soort problemen te bespreken en te kijken wat kun je daar nog in precies voor regelen. Van Tiel heeft de grond al sinds 2007, omdat hij toen de Lambrassewijk gebouwd heeft. Van Tiel had toen al plannen om iets met de grond te doen. Hij liet bewoners een contract ondertekenen waarin onder andere stond dat ze geen bezwaar mochten hebben op het eventuele gebouw wat op die plek zou komen. Maar van deze clausule ziet hij nu af. De clausule geldt niet voor tweede bewoners, dus want het is alleen maar voor de eerste bewoner. Inmiddels is 70% verkocht, dus de situatie doet zich voor dat ik een vaste bewoner ben en naast mij zit een tweede bewoner, dan zou die wel bezwaar mogen maken en ik niet. Nou, dat is natuurlijk een beetje een onmogelijke situatie. Vooral op het eventuele idee van een fastfoodketen was veel kritiek van omwonenden. Maar Van Tiel ziet dat toch anders. Ja, kijk, fastfood is uit onze wereld niet meer weg te denken. Als je naar Wiegen kijkt, dan hebben we 23 fastfoodzaken. Daar zijn pizzeria's, cafetaria's, afhaal Chinees. Als je dan verder kijkt naar de heel veel restaurants geven ook afhaalmaaltijden. Dat is ook fastfood. Of maar ga naar de supermarkten, die hebben allemaal hele grote afdelingen nu met kant-en-klare maaltijden, is ook fastfood. Dat valt allemaal onder het begrip fastfood. En als je dan gaat kijken naar het verschil tussen de grote ketenbedrijven en de kleinere fastfood,
dan is een cafetaria, als cafetaria Le Poutre, is niet anders dan een McDonald's. Het zijn altijd precies hetzelfde. Ze verkopen kant-en-klare maaltijden met patatfriet is daar een belangrijk onderdeel van en wat er nog zo bij komt. Dus met andere woorden, je kunt geen onderscheid maken tussen die twee. De man die eerder deze week gewond raakte door een elektrische schok van de bovenleiding van de Betuwelijn wilde daar graffiti spuiten. Dat zegt de eigenaar van café De Viersprong in Valburg die het slachtoffer reanimeerde. Het gaat om een man van 19 jaar uit Arnhem die na het ongeval door vrienden naar het Valburgs café werd gebracht. De man was ter hoogte van het rangeerterrein in Valburg op een wagon geklommen waarna het incident plaatsvond. De politie laat weten geen verder onderzoek te doen omdat de gevolgen niet in verhouding zouden zijn met de overtreding. Deze week is de campagne Lives Not Knives van start gegaan. Bindkracht 10, FC Social Work en de gemeente Nijmegen zetten deze bewustzijncampagne in naar aanleiding van het toenemende wapenbezit onder jongeren en het aantal steekwapenincidenten in de stad. In een korte video spreken zij zich als gezichten van deze campagne uit tegen het wapenbezit en bieden hulp aan jongeren. Ze nodigen jongeren uit om te praten over hun gevoel van onveiligheid en roepen hen op om iets van hun leven te maken. Als Nijmeegse woningeigenaar kun je een toekomstbestendig wonen lening aanvragen waarmee je je huis duurzamer kan maken. Denk aan het laten verwijderen van asbest, zonnepanelen plaatsen of het levensloopbestendig maken van je woning. Het college van burgemeester en wethouders wil deze lening nu ook beschikbaar maken voor vereniging van eigenaren. Op deze manier kunnen bijvoorbeeld appartementeigenaren aan de slag met duurzame maatregelen aan gemeenschappelijke delen van het gebouw. Een belangrijke wijziging is dat de lening ook voor laadpalen op eigen terrein voor elektrische auto's gebruikt kan worden. Ja, op veel plekken in de regio kon je vanochtend wakker worden in een witte wereld. Het was niet veel, dus de slee moest je nog even thuis laten, maar er lag genoeg sneeuw om de straten er even wit uit te laten zien. Hiermee is het nog niet gedaan met de sneeuw, want vanavond en vannacht is er opnieuw kans op een winterse bui. Morgenochtend zou het zomaar opnieuw wit kunnen zijn als het überhaupt niet nog aan het sneeuwen is op dat moment. Het is alleen de vraag of het natte of droge sneeuw is. Glad is het wel, dus pas daar zeker mee op als je morgen de weg op moet. En door de dag heen blijven we kans houden op een winterse bui, temperatuur een graad of 2 morgen. Het weekend zal vervolgens vrijwel droog verlopen. Af en toe trekken er wat wolkenvelden over, maar meestal zal de zon ook even te zien zijn. Warm wordt het niet, het blijft overdag zo'n 2 graden. In de loop van de nieuwe week zal het kwik langzaam weer wat verder omhoog gaan. Tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Voor het terugkijken van onze uitzending kun je altijd terecht op ons YouTube kanaal. En volg ons even op Facebook, Twitter en Instagram. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan!